Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Johan Wagmans en ik kom van psychologie. Maar wat ik ga presenteren heeft eigenlijk heel weinig met psychologie te maken. Het is meer mijn eigen analyse en een paar ideeën over hoe wetenschapsorganisatie beter zou kunnen. Wellicht is mijn achtergrond wel mede bepalend over wat ik zeg en hoe ik het zeg. Maar ik hoop dat het van toepassing is en inspirerend kan zijn voor de verschillende wetenschapsgebieden hier aanwezig. Het vertrekpunt is eigenlijk een analyse van problemen, hoe het er nu aan toe gaat in de wetenschap en het wetenschapsbedrijf en de wetenschapsorganisatie. En dat op zich is een debat op zich waard, denk ik, en meer dan één avond waard. Dus ik ga dat relatief beperkt houden. Maar ik vind dat wel belangrijk als achtergrond voor het bredere thema van wetenschapsorganisatie. Dus ik vertrek van een analyse van de probleemsituatie zoals ik het zie. Objectief, denk ik, is er sprake van een sterke vooruitgang, zeker op kwantitatief vlak. Ik denk dat wetenschap echt wel goede progressie gemaakt heeft in de laatste honderden jaren. Wetenschapsproductie zeker. Het aantal tijdschriftartikelen neemt altijd maar ziender ogen toe. En ik denk ook de feitelijke kennis en het inzicht gaat natuurlijk de goede kant uit. Laat dat duidelijk zijn. Ik denk ook dat er bij politici en bij de maatschappij in zijn geheel een sterk vooruitgangsdenken is. Het moet altijd maar meer en beter en we moeten als wetenschap vooruit. En ik denk dat de verwachtingen ook heel erg hoog zijn. Dus men verwacht heel veel van wetenschap om alle problemen die er zijn nog op te lossen. Zowel fundamentele vragen die een antwoord vergen, als ook concrete maatschappelijke problemen die vanuit wetenschap eventueel aangepakt kunnen worden. Dus objectief gezien, denk ik, staan we er in zekere zin goed voor. De facto, en dat is mijn aanvoelen, van op de werkvloer, onder de wetenschappers, denk ik, heerst er veel meer pessimisme. Is er veel minder dat optimisme en dat vooruitgangsdenken. En ook een zekere mate van ontevredenheid over hoe het eraan toe gaat. En dan spreek ik niet alleen over werkdruk en klagen over het feit dat de organisatie ons niet vooruit helpt en dat het toch zo lastig is aan de universiteit enzovoort. Dat is ook allemaal wel waar en dat zijn ook allemaal thema's op zich, maar dat is nog niet het allerbelangrijkste, denk ik. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we op grenzen van wetenschap stoten en dat we daar ook dagelijks bijna mee geconfronteerd worden. En ik denk dat dat ook inspirerend werkt voor een aantal pleidooien voor verandering die er momenteel zijn. En ook dat is iets waar heel lang en veel over gediscussieerd zou kunnen worden. Maar de ganse discussie over wetenschappelijke integriteit bijvoorbeeld, naar aanleiding van een aantal fraudegevallen en ophefmakende vervalsingen en dergelijke meer, het terugtrekken van onderzoeksresultaten, wat steeds meer gebeurt en dergelijke meer. De ganse beweging naar open science en dat we alles, ruwe data, alle beschikbare informatie achter een bepaalde wetenschappelijke studie moeten delen met elkaar. En ook het pleidooi voor slow science moet je ook een beetje in die context zien. Dus het pleidooi om niet per se de rat race te volgen, maar een beetje meer tijd nemen om de zaken grondiger aan te pakken. Al dat soort dingen, denk ik, leeft heel erg en bepaalt heel erg hoe wij als wetenschappers nu denken over hoe wetenschap en wetenschapsorganisatie verloopt. Dus dat is een beetje de algemene achtergrond, maar wat ik daarnet ook al zei, het is meer de context waarin mijn specifieke pleidooi een plaats krijgt. Wat ik hier zal doen, heeft een veel beperktere focus en ik ben ook realistischer in mijn bedoelingen en wat ik in 20 minuten kan. Ik ga maar twee aspecten van wetenschapsorganisatie behandelen of aanstippen. Eén is het voorstel om voortaan maar één wetenschappelijk tijdschrift meer te hebben. Het is utopia, hè? Dus ja, je mag buiten de lijntjes kleuren. En het tweede is een pleidooi voor een plek voor echte interdisciplinaire wetenschap. En dus de bedoeling van mijn betoog is stimuleren tot nadenken daarover en een discussie op gang brengen of voeden daarover.
Het is utopia en deze slide zal misschien nogal getoond zijn of zal nog terugkomen in de volgende presentaties. Utopia als onmogelijk ideaal. En ik weet niet hoe goed jullie de etymologie van het woord utopia kennen, maar het heeft eigenlijk een bewuste dubbele betekenis. Men speelt dus met de ambiguïteit tussen aan de ene kant oi topos, met oi als het goede, dus de goede plaats om te wonen en te leven, dus een gelukkige samenleving, en aan de andere kant oi topos, met oi als negatie, dus een niet bestaande plaats. Dus die dubbelheid van aan de ene kant een ideaal dat je zou willen nastreven en aan de andere kant dat het eigenlijk niet haalbaar is en niet bestaat. Die dubbelheid gaat ook in mijn betoog terugkomen. Ik ga telkens vertrekken van een concrete probleemanalyse, een concreet voorstel doen, dan zeggen wat er goed zou aan zijn en daarom zeggen waarom ik denk dat het niet haalbaar is, waarom het een utopie is in die tweede betekenis. Dus de eerste utopie is mijn pleidooi om slechts één wetenschappelijk tijdschrift te hebben. De analyse van de probleemsituatie. Ik denk dat tijdschriften niet langer gebruikt worden waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Ik denk dat het oorspronkelijk ging om een initiatief van wetenschappers voor wetenschappers om elkaar mee te delen wat er gevonden is in het wetenschappelijk onderzoek. Dus belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten met elkaar delen. Dat is de uiteindelijke bedoeling van wetenschappelijke publicaties. Daarvoor heeft men tijdschriften opgericht om dat gestructureerd te doen. Te delen met collega's. Dat is het niet meer, denk ik. Ik denk dat er ondertussen heel veel andere invloeden bijgekomen zijn. Wat je niet moet onderschatten is dat wetenschappelijke tijdschriften commerciële producten zijn. En dat heeft natuurlijk heel veel impact op hoe het er werkelijk aan toe gaat. Het feit dat publiceren in wetenschappelijke tijdschriften niet alleen het delen van inzichten en ontdekkingen is, maar ook gebruikt wordt als outputmeting, als criterium om wetenschap en wetenschappelijke instituten te evalueren, heeft zeker ook een belangrijke invloed voor hoe het nu werkt. En ten derde ook het feit dat het een criterium geworden is qua ranking. Dus om bijvoorbeeld binnen de ganse set van wetenschappelijke tijdschriften de belangrijke van de niet-belangrijke te onderscheiden, de hoge impact versus de lage impact. Jullie kennen dat allemaal wel als je wetenschappelijk actief bent. Dus dat is er allemaal bovenop gekomen. Dat was denk ik oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling. En ik denk dat dat tal van neveneffecten met zich meebrengt, waar we allemaal onder lijden, de rat race, het oneigenlijk proberen hoog geraken met materiaal, het afdalen met uw publicatie als het niet lukt enzovoort. Iedereen die wetenschappelijk actief is, kent die dingen wel. Ik denk dus dat heel veel van het huidige gebruik van wetenschappelijke tijdschriften eigenlijk vanuit een concurrentieel model gedacht wordt, zowel tussen tijdschriften als tussen wetenschappers en tussen wetenschappelijke instituten, als gevolg van al deze bijkomende zaken. Terwijl het vroeger, denk ik, veel meer vanuit een collegiaal model gedacht werd, delen van informatie en inzichten met collega's. En ik denk dat die breuklijn heel nefast is en dat is, denk ik, een heel groot onderdeel van het probleem, zoals ik het zie, met wetenschappelijk publiceren en publiceren in tijdschriften. Wat is dan het voorstel? Slechts één wetenschappelijk tijdschrift, één plek om te publiceren. Ik noem het plek vanuit het idee van topos. En wat zou dat dan kunnen zijn? Hoe zou dat kunnen werken? Alles volledig online en open access. Dus het hoeft niet per se in een boekje. Dat boekje zou te dik zijn en zou te veel papier en bomen vergen. Dus online, daar ben ik voor. Ik denk dat er weinig op tegen is. Open access, en dan bedoel ik echt open access. Daarmee bedoel ik niet 1.000 of 2.000 euro of dollar neertellen om te mogen publiceren, maar aan low cost. En ik denk, als we dat met z'n allen doen in hetzelfde forum, dat de low cost betekent 0,000 eurocent met een eentje ergens van achter of zo. Ik denk dat je dat echt aan heel lage kost kan doen als je bereid bent om dat allemaal te delen. Daar ben ik echt van overtuigd. En volledig run by scientists. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Het is eigenlijk heel gek dat die commerciële uitgeverijen daartussen zitten. Die hebben heel weinig meerwaarde. Dat kost alleen maar handenvol geld aan de wetenschap, aan de maatschappij. Dus dat is voor niks goed. Ik hoop dat er hier geen wetenschappelijke uitgevers in de zaal zitten, maar daar kunnen we dan straks over discussiëren. Ik denk, als we dat zelf doen, doen we dat beter. En niet in de zin van Vlaamse politici, maar wetenschappers onder elkaar. Ik denk echt dat we dat kunnen. Daar hebben we de expertise voor en ik denk dat dat echt veel beter kan.
Dat moet wel heel goed gestructureerd zijn natuurlijk, want je zou zeggen, één groot online platform, daar loopt iedereen in verloren. Je kan dat goed structureren, denk ik. Je kan met vakspecifieke editors en reviewers werken. Je hoeft dan niet per se één soort reviewprocedure en één soort editorial board. Nee, je moet breeddenkend zijn. Dat kan, denk ik, met z'n allen, met een goede representatie van hoe het in de verschillende vakgebieden verloopt. Als je dat maar goed delegeert en een goede structuur en een heldere procedure op punt stelt, moet dat lukken, denk ik, om dat goed te structureren. Peer review vind ik nog wel belangrijk om het kaf van het koren te scheiden. Niet als een soort gatekeeper om te zeggen, jij bent goed genoeg en ik ken uw naam, jij mag erin en jij ken ik niet en dat zal wel prul zijn, jij mag er niet in. Nee, maar echt peer review op basis van de juiste criteria. En voor mij zijn de juiste criteria wetenschappelijk waardevol. Alles wat volgens bepaalde standaarden van wetenschapsbeoefening, eigen aan het vakgebied waar het over gaat, gedaan is en zoals peers dat beoordelen, moet kunnen. Ik denk niet dat reviewers per se moeten voorspellen of ze denken dat er heel veel lezers zullen zijn en of het heel veel geciteerd zal worden. Dat soort beoordeling hoeft, denk ik, niet. Als het maar waardevol is en als het ergens staat, dan is het gearchiveerd, dan kan iedereen erbij en dan zullen we op termijn wel zien wat de echte impact is en dat is hoe het dan vervolgwerk heeft beïnvloed en niet de tellingen op zich. Ja? En ik denk dat we daarbij wel alle mogelijke technische middelen moeten inzetten. Dus we moeten niet per se de boekbinderij opnieuw terug uitvinden. Ik denk dat er heel veel elektronische hulpmiddelen bestaan ondertussen die misschien mede dankzij de uitgeverijen een boost gekregen hebben. Maar zoekinstrumenten, je kan de downloads, het aantal keer dat een artikel aangeklikt is en gebruikt wordt, allemaal automatisch tellen. Ik denk ook opties om online commentaar te voorzien. Dat is zeker ook een pluspunt van open access elektronische tijdschriften tegenwoordig. Commentaar zowel van mensen die het gereviewd hebben als post-review. Waarom het belangrijk kan zijn, pointers leggen naar andere vakgebieden en dergelijke meer. Dat kan allemaal geautomatiseerd worden. Dat kan allemaal binnen zo één platform. Dus de kern van het idee is één tijdschrift. Het bestaat nog niet. Het is niet iets wat er nu bestaat en wat ik kan zeggen, dat moet het zijn en al de rest valt weg. Het gaat om een nieuw idee, een nieuw tijdschrift, ter vervanging van alle anderen. Dat is het voorstel en daarom is het ook een utopie. Ja? Maar ik denk dat het goed zou zijn. Dus dat is wat ik vervolgens zal zeggen. Ik ga aangeven waarom ik denk dat dat wenselijk zou zijn. Oi, topos in de zin van een ideale plek. Ik denk dat het de terugkeer zou bevorderen naar de oorspronkelijke bedoeling van informatie met elkaar delen en inzichten met elkaar delen. Terug publicatie en publicatiemodel door wetenschappers, van wetenschappers, voor wetenschappers. Dus communicatie van degene die het ontdekt of gevonden heeft of tot het inzicht gekomen is naar degene waarvoor het potentieel interessant is en alles georganiseerd door de wetenschappers zelf. Daarom zeg ik run by scientists. En dan daarbij alle voordelen van moderne communicatie zonder de nadelen ervan, want al die toeters en bellen die hebben natuurlijk ook een bepaalde kost en we moeten daar ook niet in overdrijven. Maar bijvoorbeeld geen commerciële neveneffecten. Als iedereen hetzelfde ding publiceert en het is open access, dan kan de kost echt heel laag zijn, denk ik. Dus dan hoef je niet met elkaar te concurreren om meer boekjes te verkopen dan de concurrent. Dat heeft er dan helemaal niks meer mee te maken. Ook geen ranking meer. Dus heel nefast in de huidige structuur van vakbladen is dat er topbladen zijn met een hoge impactfactor en andere bladen met een lagere impactfactor. En dat dat een rat race meebrengt om zo hoog mogelijk te kunnen scoren en carrières hangen daarvan af en fraudes zijn het gevolg, et cetera. Je kent het allemaal wel. Geen ranking meer. Allemaal in hetzelfde boekje, wat geen boekje meer is, maar een online platform. Ja? Alles gemakkelijk bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar. Als het op één plek staat, moet je maar één link ergens in je lijst van links hebben staan en je kunt elke dag opnieuw daar naar gaan kijken. En die zoekinstrumenten zijn natuurlijk heel belangrijk om niet verloren te lopen. Er is geen selectie meer op basis van irrelevante criteria, wat vaak in die topbladen zo is. Men gaat mikken op de dingen waarvan men denkt dat veel mensen het boekje zullen kopen of dat veel wetenschappers het graag zullen lezen.
Het moet in de winkel liggen als het om nature en science gaat. En het moet ook glossy zijn en er goed uitzien. Sexy onderwerpen hebben. Dat hoeft allemaal niet meer. Als het gewoon gaat om wetenschappelijke degelijkheid en dat is het enige criterium, dan vallen al die andere zaken weg. En dus ook geen competitie meer tussen wetenschappers om zo hoog mogelijk te willen publiceren. Het is gewoon het delen van informatie, het beschikbaar stellen van alle informatie. Dat is het voorstel. Daarom denk ik dat het ooit Topos zou zijn, een goede plek om aan wetenschapscommunicatie te doen. Waarom is het oud Topos niet haalbaar? Utopie in de zin van niet realiseerbaar, geen bestaande plek. Er zijn denk ik te veel belanghebbenden in het huidige model. Mensen gaan niet bereid zijn om wat we nu hebben op te geven in plaats van deze volgens mij veel betere situatie. Uitgeverijen zijn natuurlijk belanghebbende partij. De wetenschappers die een trackrecord hebben opgebouwd in de huidige competitie, in de huidige ratrace, die gaan dat niet zo leuk vinden dat Nature & Science niet meer zoveel meer meetellen dan dat nieuwblad. Dus die gaan daar tegen zijn. Alle wetenschappers die nu meespelen in de competitie en in die ladder om altijd maar te dalen, iedereen kan uiteindelijk zijn werk publiceren, die gaan daar misschien ook niet zo gelukkig mee zijn, want er wordt dan nog wel beoordeeld op kwaliteit. En alle beoordelaars die nu afgaan op die proxies van impactfactoren van tijdschriften, die moeten dan wel echt gaan kijken om te zien wat het echt waar is. Die moeten dingen ook gaan lezen om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Ja, dus die indicatoren zijn nu wel handig en die vallen dan weg. Dus dat is waarom ik denk dat het niet haalbaar is. Mijn tweede utopie, ik denk dat ik daar iets sneller overheen kan gaan, gaat om een plek voor echte interdisciplinaire wetenschap. Dat vertrekt ook weer van een analyse van de probleemsituatie, waarbij ik denk dat er op dit moment geen echte interdisciplinariteit is, of toch veel te weinig. Dat er wel veel lipservice beoefend wordt, maar dat in de praktijk eigenlijk zelden echt interdisciplinair gewerkt wordt. Tenzij misschien in kleine niches waar veel funding is. Daar misschien wel. Ik zou er een paar kunnen noemen, maar ik ga geen voorbeelden noemen. Soms denk ik dat het wel echt werkt, maar dan vaak over relatief smalle onderwerpen waar toevallig een grote maatschappelijke belangstelling en financiële meerwaarde mee gegenereerd kan worden. Waarom doen we het niet of niet genoeg? Geen tijd is een vaak gehoord argument. Heel veel mensen hebben andere prioriteiten. Interdisciplinair werk kost veel tijd. Dat kost ook veel tijd om elkaar te leren kennen. Je moet daar echt in investeren. En voor veel mensen is het maar een zijtak van hun hoofdbezigheid, omdat we meestal door één faculteit, door één instituut betaald worden om te doen waar we goed in zijn. Geen geld is denk ik ook een factor. Onvoldoende durf. Ik denk dat we dat ook moeten zeggen. Dat is zo. Er zijn heel weinig mensen die over de grenzen van hun huidige, nogal comfortabele, enge zone durven stappen. Onvoldoende bagage en breedte en openheid bij de wetenschappers zelf. Ik denk dat er heel weinig mensen echt in staat zijn om echt goede interdisciplinaire wetenschap te doen. Dat vergt een soort bagage en breedheid en openheid die er bij vele mensen niet is, vrees ik. En de structuren werken ook belemmerend. Ik denk de klassieke faculteiten, in deze universiteit zelfs de betonering binnen de groepen. Ik denk dat daar heel veel nefaste gevolgen aan verbonden zijn. Dus de structuren werken helemaal niet bevorderend om echt interdisciplinair te werken. Dus wat is dan het voorstel? Een echte plek voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, Centers for Interdisciplinary Science of zoiets. En met een echte plek bedoel ik liefst ergens samen in een gebouw. Niet virtueel, online en veel met elkaar chatten, maar echt verplicht opgesloten, ergens in een kasteel, ver weg van de rest van de wereld. Dat is denk ik het ideaal. En om te brainstormen over echte grote problemen, dus geen kleine onderwerpen, maar ik bedoel dingen zoals hoe kan bewustzijn uit het brein ontstaan? Zullen we ooit artificiële intelligentie kunnen maken, los van natuurlijke breinen, bevolkingsexplosie, hoe ga je gezondheidsbevorderend gedrag zo goed mogelijk ondersteunen? Al dat soort hele grote problemen. De essentie is dus voldoende breed samengesteld, dus je moet niet een klein handvol geestesgenoten bij elkaar steken, maar echt heel veel verschillende disciplines. Voldoende autonoom, dus los van de financierder in ideale geval. Voldoende tijd voor studie, overleg en diepgang. En dat is echt cruciaal, denk ik. Dus mensen moeten de tijd krijgen om aan die problemen ten gronde te werken. Dus slow science past hier heel goed bij. Mekaar tegenkomen in de gang of aan de koffietafel of samen lunchen. Die serendipity waar je naar verwees, dat is denk ik heel erg belangrijk om het te doen werken. En dus vandaar niet virtueel, maar echt samen zitten.
En voldoende diepgang, ik denk dat dat is evident, maar dan bijvoorbeeld afgesloten van internet en e-mail zou denk ik wel helpen en de gsm's allemaal buiten laten. Dat soort dingen, dat denk ik zou ook bevorderend werken. Modaliteiten, daar kan je over discussiëren of het meer fundamenteel of toegepast moet zijn. Ik denk dat dat allebei zou kunnen. Of het bottom-up moet komen van de wetenschappers zelf, dan wel top-down vanuit de financierder of de overheid. Dat laat ik ook in het midden. Dat kan ook allebei werken, denk ik. Binnen of buiten de universitaire structuren, ook dat denk ik, daar valt over te discussiëren. Dat zie ik eigenlijk allebei wel werken. Dan waarom Ooi Topos? Wat is daar wenselijk aan? Ik ben er zelf echt rotsvast van overtuigd dat als je echte wetenschappers met echte wetenschappelijke thema's in hun achterhoofd doet samenwerken met voldoende tijd en middelen, dat dan het succes gegarandeerd is. Dus als dat die voorwaarde vervuld is, goede wetenschappers op belangrijke thema's met voldoende tijd enzovoort, dan geloof ik daar echt rotsvast in dat dat gaat lukken. En vooruitgang ligt voor mij aan de grenzen van de huidige verkavelingen tussen de wetenschappen. Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn vanuit de wetenschapsgeschiedenis dat grote doorbraken komen door twee fundamenteel verschillende visies met elkaar te laten botsen. Of mensen die op het eerste zicht heel weinig of niks met elkaar te maken hebben, toch verplicht te doen nadenken over bepaalde zaken. Dus vooruitgang ligt ook in onverwachte complementariteit en wisselwerking. Vandaar ook die koffietafel en die serendipity en zo moet je bevorderen, denk ik, in dat soort contexten. Waarom Autopos niet haalbaar? Te veel obstakels en bezwaren. Ik denk, mijn probleemanalyse waar ik van begonnen ben, dat verander je zomaar niet in een handomdraai. En te veel onbeantwoorde vragen. Dus wie zal dat betalen? Wie zal dat ondersteunen? Kwestie vanuit structuren en middelen. Ik denk dat ook velen zijn geroepen om dat soort dingen te gaan doen, maar weinigen zijn uitverkoren in de zin dat dat een bepaalde attitude en bagage en breedheid en openheid vergt die niet zo frequent voorkomt, denk ik. Wie wil dat echt? Want ik denk dat heel veel mensen daar eigenlijk wel van dromen om zo samen in een kasteel opgesloten te zitten. Maar als ik dan zeg, geen e-mail, geen gsm, en je moet een jaar of zo samen zitten met mensen die je misschien niet goed kent, ik weet het niet wie dat echt wil, ja. Wie durft zo'n stap zetten? Ik denk dat dat niet zo evident is. Dus ja, dat was een beetje wat ik te zeggen had over die.